Facebook-politie, Netflix en Instagram-stories zijn verliefd en adverteren op LinkedIn wordt makkelijker. Dit is Kennis met Dennis, de social update waarin ik jou de social feitjes van afgelopen week vooruit, zodat je deze week weer helemaal up-to-date bent. Dat Facebook scherp is richting fake news en andere schendingen van hun richtlijnen blijkt maar weer uit een update die ze vanaf vandaag gaan uitrollen voor paginabeheerders. Als paginabeheerder krijg je namelijk de tab Page Quality te zien en daarop komen jouw overtredingen te staan, als je die gemaakt hebt natuurlijk. Tegelijkertijd gaat Facebook scherper zijn op beheerders van pagina's die eerder al verwijderd zijn in verband met het schenden van de richtlijnen, om te voorkomen dat ze soortgelijke pagina's gaan opzetten. Vind je het leuk om Instagram stories te plaatsen, maar laat je creativiteit je een beetje in de steek als je heel het weekend Netflix aan het bingen bent? Geen zorgen, de oplossing is hier, want Instagram gaat het mogelijk maken om via de Netflix-app direct op stories te posten wat jij aan het kijken bent. Het is wel alleen nog maar beschikbaar op iOS op dit moment, maar er wordt al gewerkt aan de Android-versie. Adverteren op LinkedIn is niet altijd een pretje, met name omdat de mogelijkheden nou eenmaal beperkt zijn. Gelukkig zijn ze bij LinkedIn niet te moeilijk en gaan ze interesse-targeting toevoegen waarmee je gebruikers op basis van hun professionele interesses kunt bereiken. Het werkt in principe hetzelfde als op andere social media platforms, met als grote verschil dat hier vooral de professionele interesse voorop staat en dat wat bij andere platforms de persoonlijke interesse is. Afhankelijk van de post die je plaatst of de interactie die je met andere posts aangaat, dat wil zeggen dat je ze interessant vindt, dat je erop reageert of dat je ze deelt, wordt jouw interesse op LinkedIn bepaald en dus ook het soort advertenties wat jij te zien krijgt. Telegram, de tegenhanger van WhatsApp en Facebook Messenger, gaat het met de nieuwste update mogelijk maken om binnen 5 seconden een gewiste chat of een hele geschiedenis die je hebt gewist terug te halen. Instagram Stories krijgt een nieuwe gebruikersinterface waarin bepaalde dingen boven in het scherm worden geplaatst, wat natuurlijk onwijs handig is met de grote telefoons van tegenwoordig. En Facebook Messenger krijgt een functie waarmee je op berichten kunt reageren via e-mail. Dit was Kennis met Dennis voor deze week. Volgende week ben ik er weer met de nieuwste social update.